NH Radio. Hallo allemaal, nou hier zijn we weer hoor. Keur in de middag. Zo is het. Eddy Keur. Zin in? Hartstikke idee. NH Radio. Goedemiddag. Thank you for being a friend. Thank you. Van jullie luisteraars alleen naar jullie luisteren. Maar ze zouden echt naar jou moeten kijken. Serieus? Ja. Jij bent echt een genot om naar te kijken. Jij zit zo in je plaat. Je bent blij dat je die plaat kan draaien. Je bent blij dat de mensen het kunnen horen. Je neemt ons helemaal mee. Nou, schat, ik weet niet wat ik zeggen moet. Nou, zeg maar dankjewel. Dankjewel. Zaterdag weer. Ja, we mogen weer. Gezelligheid ten top. Keur in de Roberto Tan zit er bovenop. Welkom bij de show. Zo is het ook. Zeker. Zeker, ja. Dit soort opmerkingen en complimenten garanderen een... Nou, het is niet... Ja, het is een compliment, maar ik meen het oprecht. Ja. Kijk, wat ik mooi vind van... überhaupt van radio... is als het met dat hart gebeurt, weet je, en persoonlijkheid in zit. En dat heb jij. Ja, ik ben ook verliefd. En hoe lang al, 36 jaar doe je dit? Vanaf 1984 professioneel. Nou, damn, bijna 40 jaar. Ja, waar was je toen je nodig had? Ja. Umberto Tan werd op 26 oktober 1965 geboren in Paramaribo. Deze man doet veel. Heel veel. Doe mij zo, man. En vandaag heeft hij ook nog tijd om bij ons in de studio aan te schuiven... als hoogtepunt van zijn carrière. Dames en heren. Een groot ovationeel applaus voor Umberto Tan. Umberto! Ja, zit hier! Umberto Tan! Wow. Wat een warm bad, jongens. Dankjewel. Ja. Dat, warm bad, hoor. Ja, maar dat verdien je ook, hè? Nou, dankjewel. Je bent een icoon in Nederland. En dat kunnen natuurlijk wat meer mensen zeggen. Dus dat op zich is niet bijzonder. Maar het is wel, als je van iconische waarde bent... op meer dan één vlak... denk ik dat zo'n applaus dat moet. Nou ja, ik heb alles met plezier gedaan, hoor. Ja. En dat, uiteindelijk zoek ik dat steeds, ook nu weer bij de radio. Ja, je moet er plezier in hebben, hè? Ja. We doen dit één keer in de week, 3 uurtjes. We hadden voorheen de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Dat is een beetje weggesaneerd. Ik zei het vorige week ook, we zijn als luf uiteengereten. maar goed, het was kiezen of delen. Ja. Dus 1 is te weinig, 5 is te veel, dus 3 of 2. Zoiets, ja. Ja. Dat zou eigenlijk prima zijn. Hiervoor hebben we de zondag gedaan. Daar is al heel veel geëxperimenteerd. Is dit een beetje een open sollicitatie eigenlijk? Het zou wel kunnen. Ik onderschrijf jullie sollicitatie. Ik vind het een heel mooi plan. Eigenlijk. Een goed advies. Ik zou de directie ook willen adviseren om even door te sparen. maar